is gewoon... Ja, wij moeten het gelijk maken met de challenge. Ja, ja, ja. Oké? Okay? Ja. Goedemiddag, dames en heren. Dag meneer. Dag meneer. Ja. Wij zullen repeteren het laatste deel van Mozart. De cherry bassi spelen pa-pa-pa-pam en jullie spelen ja-ta-ta-tam. Het is een beetje overdreven wat u doet. Zo kunt u ja-ta-ta-tam, elke noot egal. Nou, zo ongeveer in het midden. André Tchaikovsky was solist bij dit pianoconcert van Chopin. Voor hem hebben in de loop der jaren al vele andere bekende solisten opgetreden bij het Nederlands Kamerorkest. De pianisten Marta Argerich, Alfred Brendel, Radu Lupu en Clifford Curzon. Van de violisten bijvoorbeeld Itzhak Perlman en Arthur Crumio en verder de sopranen Joan Sutherland en Therese Berganza, de tenor Ernst Hefliger en de bas Renato Capecchi. Allemaal bekende namen in de internationale muziekwereld. En dat geldt ook voor de dirigent en muzikaal leider Simon Koltberg, die als leermeester heeft gehad niemand minder dan Karel Flesch. Het is ook Simon Koltberg geweest die in 1955 het Nederlands Kamerorkest heeft opgericht en het heeft gemaakt tot wat het nu is. Het hoge niveau van het Nederlands Kamerorkest is te danken aan het feit dat het een permanent groep is van toegewijde en ervarene muzici en een orkest wat zich nooit heeft specialiseerd. Die spelers, die muzici zijn thuis in muziek van Bach of in muziek van Stravinsky of welk ook oude of nieuwe componist. En ik denk, het is die veelzijdigheid en die permanens wat zo attractief is voor dirigenten en solisten en gelukkig maar voor luisteraars in de hele wereld. Een tevreden publiek verlaat het concertgebouw in Amsterdam. Voor de reputatie van het orkest is natuurlijk ook het oordeel van de muziekrecensenten erg belangrijk.
Een van de kenmerken van het Nederlands Kamerorkest is dat het een typisch nationaal ensemble is. Dat wil zeggen dat het niet alleen in de grote muziekcentra van Nederland speelt, maar ook in kleinere plaatsen en zelfs in dorpen door het hele land. Daarbij heeft het ook nog 2 hobo's en 2 horens en niet alleen strijkers. En dat is voor een kamerorkest nogal uitzonderlijk. Daardoor heeft het ook een zeer veelzijdig repertoire kunnen opbouwen met klassieke, romantische en hedendaagse muziek. Ook Nederlandse hedendaagse muziek. En die Nederlandse stukken worden door het kamerorkest op zijn tournees in het buitenland, in Europa en in alle andere continenten regelmatig gespeeld. En dat betekent dat het propaganda voert voor de Nederlandse scheppende toonkunst. David Zenman, naast Simon Goldberg, vast dirigent bij het Nederlands Kamerorkest, repeteert thuis. Zenman begon met vioollessen toen hij 7 jaar oud was. Na zijn muzikale opleiding in Amerika was hij 6 jaar lang assistent bij de beroemde dirigent Pierre Monteux. Behalve vast dirigent van het Nederlands Kamerorkest is David Zenman sinds 1973 muzikaal leider van het Rochester Symphony Orchestra. Forte, maar een poco crescendo. Hè? Allemaal moet dat doen. Hè? Goed, kunnen wij vanaf de akkoorden, dat is 8, 6 en 50. En met herhaling, ja. Niet als blaffende honden, alsjeblieft. Ah, ah, ah. Tom, tom, tom. 1, 2. Ontritmisch vlak voor de piano. Zo, ja-ta-ta-tam. U voorspelt de piano. Ja-ta-ta-tam. En dan komt de piano. Begin. Dit is de tweede keer. 1, 2. Zo repeteert het orkest meer dan 150 keer per jaar. Bijna al die repetities worden gehouden in de zalen van het Concertgebouw in Amsterdam, waar ook het kantoor van het orkest is gevestigd. Maar behalve repeteren reist het orkest ook veel. Natuurlijk, de kern van de activiteiten wordt gevormd door de abonnementsconcerten in Den Haag, Amsterdam en Rotterdam. Maar daarnaast worden er concerten gegeven voor kamermuziekverenigingen, muziekkringen, volksuniversiteiten en dergelijke door het gehele land. En mede daardoor bedraagt het totaal aantal concerten dat het orkest per jaar geeft bijna 100. Voorts heeft het orkest in de 19 jaar van zijn bestaan al een groot aantal buitenlandse tournees gemaakt. Het was 4 maal in de Verenigde Staten, 10 maal in Italië en 4 maal in West-Duitsland. Verder waren er tournees naar Japan, Mexico en Zuid-Amerika, Israël, Tsjechoslowakije en de Scandinavische landen. Intussen liggen er uitnodigingen voor de komende jaren van Canada, Zwitserland, de Verenigde Staten en West-Duitsland. De veelzijdigheid van het Nederlands Kamerorkest blijkt uit de verscheidenheid aan taken die wij moeten vervullen.
naast de abonnementsconcerten in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, en naast onze concerten door geheel Nederland, van Axel tot in Aduard en van Winschoten tot in Nijmegen, heeft het orkest sedert de oprichting, nu 19 jaar geleden, meer dan 50 concertreizen gemaakt door de gehele wereld. Men zou met recht kunnen zeggen dat het Nederlands Kamerorkest als nationale instelling een duidelijke functie heeft als cultureel ambassadeur. Bestuur en orkest, dirigenten en staf zijn bijzonder trots op deze voorname taak. Simon Kookberg repeteert het kwartet uit de Serenata Notturna van Mozart tezamen met de assistent concertmeester, de soloaltisten en een van de contrabassisten. Goldberg heeft van kinds af viool gestudeerd en voltooide zijn opleiding bij de beroemde muziekpedagoog Karl Flesch in Berlijn. Toen hij 12 jaar oud was, trad hij voor het eerst als solist op. Op zijn 16e jaar werd hij concertmeester van het Dresden Philharmonisch Orkest en 4 jaar later benoemde Wilhelm Furtwängler hem tot concertmeester van het Berlijns Philharmonisch Orkest. Goldberg heeft gespeeld onder veel grote dirigenten van zijn tijd, zoals Willem Mengelberg, Bruno Walter en Otto Klemperer. Als dirigent heeft hij onder andere gestaan voor de symfonieorkesten van Cleveland, Boston en Londen. Meneer Goldberg, bij het laatste deel A2, voelt u daar wat voor als het iets breder komt? Dat je echt een ander tempo, dat je echt een ander stukje hoort? Nou, het gaat zo in hetzelfde door. Ik geloof wel dat het uw bedoeling is. Ja, die bedoeling is niet hier. Die bedoeling is als we later vluchten. Ja, ik weet het. Nu hebben we geen vlugge tempo. Ja. Omstreek, ja. Nee. En dan probeer... Stam weer terug bij F. Bij F, hè? Daar hebben we het afgesproken. Dan is het ook leuk. Dan spelen we die fermata naar E2. Ja. Nog in vlugge tempo. Het Nederlands Kamerorkest heeft als vaste klaviciniste Jannie van Wering, een naam die ook buiten Nederland grote bekendheid geniet. Behalve met het orkest treedt Jannie van Wering ook solistisch op overal in het land. En voorts geeft ze les aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. En niet alleen voor de klavicinisten, maar voor allen geldt repeteren en nog eens repeteren. Met het orkest of thuis.
kan wat schattiger zijn, you know? Dom, prom, niet dom, prom, niet serieus. Dat kleine tikje. P. 1, 2... Veel inzet als de eerste viool. Anders is het een beetje flauw. Nog een keer bij, dat was veel beter. 1, 2... Kort voordat het orkest van Schiphol vertrok voor zijn tournee naar Indonesië, Australië, Suriname en de Nederlandse Antillen, speelde het omringd door schilderijen van een aantal Hollandse meesters in de Frans Halszaal van het Rijksmuseum in Amsterdam. Thank you.